Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op een heleboel plaatsen schijnt vanochtend al de zon behoorlijk, maar het is niet heel erg goed te zien op de satellietfoto. In het noorden, westen en zuiden van het land komt eerst ook nog wat lage bewolking voor. Verder kan het ook nog op een aantal plaatsen nevelig zijn. Maar in de loop van de ochtend gaan de nevelen lage bewolking grotendeels oplossen en hebben we wat kleine stapelwolken. Vanmiddag worden die stapelwolken wel groter. En dan, met name in het noordoosten van het land, zou er een enkele regen of misschien zelfs een onweersbui tot ontwikkeling kunnen komen. Op een heleboel plaatsen blijft het ook wel droog en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Vanavond de graad of 19 en nog steeds in het noordoosten kans op een enkele bui. Dan morgen is het een stuk onbestendiger dan vandaag. Er kunnen flinke buien tot ontwikkeling komen in het binnenland met kans op onweer. In de kustgebieden denk ik dat het op de meeste plaatsen wel droog blijft. Het wordt zo'n 22 tot plaatselijk 25 graden bij een matige noord- tot noordoostenwind. Op donderdag ook nog kans op een paar stevige buien. Misschien met onweer, middagtemperatuur rond de graad of 23. Op vrijdag en zaterdag is de buienkans kleiner. De zon schijnt vaker en de middagtemperatuur blijft zo rond de 22 of 23 graden uitkomen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl